Hoeveel belasting betaal je over 150.000 euro winst bij een eenmanszaak of bij een besloten vennootschap, een BV? Bij een eenmanszaak betaal je over een winst voor belasting van 150.000 euro ongeveer 57.000 euro aan inkomstenbelasting. Dat komt neer op ongeveer 37%. Bij een BV zit het wat gecompliceerder en betaal je meerdere soorten belasting. Allereerst krijg je te maken met de loonbelasting over je DGA-salaris. Dat is in dit geval 51.000 euro als voorbeeld. En daar betaal je 16.000 euro belasting over. Dat is procentueel gezien 31%. Dan blijft er dus nog 100.000 euro aan winst voor belasting over. Daar betaal je vennootschapsbelasting over. En dat is 19%. En dat is dus 19.000 euro. Tel je dus die twee soorten belastingen bij elkaar op, dan kom je op een belastinglast van 35.000 euro en dat is ongeveer 23%. Maar je kunt natuurlijk ook vanuit je BV extra geld overmaken door middel van dividenduitkeringen aan jezelf. Maar hier betaal je dan wel belasting over. En dat doe je door middel van een box 2 aanmerkelijk belang en dat is 26,9% in 2023. Even voor het voorbeeld gaan we vanuit dat je 50.000 euro overmaakt als dividend. Daar reken je dus die 26,9% over. En dat is dus nog eens 13.500 euro aan extra belasting die je daarover moet betalen. Dus ja, per saldo ben je met een winst van 150.000 euro fiscaal beter uit met een besloten vennootschap. Maar kijk wel goed wat jij privé nodig hebt.